Stamvaste. Stamvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. Ik heb een gast hier in de studio, die komt helemaal uit Suriname, Gil Eyck. Welkom in onze studio, fijn dat je er bent. Dankjewel, Frans. Gil, je komt uit Suriname, hoe lang zit je al hier? Precies, het zijn 2 weken en 3 dagen. Oké, en hoe lang blijf jij hier in Europa? Niet lang meer. Nee? Nee, niet lang meer. Ik dacht om die agenda open te gooien en iets te gaan plannen, het gaat niet lukken. Nee, helaas niet meer. Oh, oké. Het is de laatste week. Ja, maar wat is het doel van jouw bezoek? Ik ben deze keer gekomen voor de presentatie van mijn tweede boek. Oké. Okay. In 2015 heb ik mijn eerste boek gepresenteerd. Dat was Tranen voor mijn horizon. Mm-hmm. En deze keer heb ik op 5 maart, dat was toevallig ook mijn verjaardag, mooi, heb ik het tweede boek gepresenteerd. Goed, dank je. Dat is Splinters op mijn pad. Splinters op mijn pad. Ja. Roman? Thriller? Comedy? Wat is het? Okay. Eigenlijk is het autobiografisch. Ja. Het zijn dingen die ik zelf heb meegemaakt. Mm-hmm. En die heb ik eigenlijk neergepend. Oké. Okay. Mensen kennen jou vooral van Suriname, televisie en reportage. Hoe lang schrijf je al? Ik schrijf eigenlijk al heel lang. Ja. Eigenlijk sinds ik een klein meisje was, mm-hmm, wist ik toen al dat ik ooit een boek zou schrijven. Ja. En het is inmiddels 2. 2 boeken heb je al geschreven? Ja. Wauw, goed. Deze is niet verboden in Suriname. Vaak worden boeken verboden, toch niet naam. Deze gelukkig niet. Nog niet? Nee, grapje. Nee, omdat ik vaak hoor dat bepaalde boeken verboden worden. Nee, op bepaalde boeken. De president Santokki, die haalt het soms in zijn kop om een boek te verbieden. En dat vinden wij, weet je, als media zijn we tegen. Maar ja, ook aangeven, je wil niet over politiek praten. We gaan niet over politiek praten. 2015 was je eerste boek. Klopt. En hoe was de respons en recensies? De respons van het eerste boek, die waren heel goed. Men kende mij sowieso al van de media, van de televisie toen. Mm-hmm. En ook op Facebook heb ik heel veel aanhang. Ja. Maar je kan iemand kennen, ja, maar je weet niet wat erachter schuilt. Dus toen het boek uitkwam, schrok men waarschijnlijk van... Ja. Wat er daar allemaal stond en wie de persoon achter Gil Eyck was. En dat heeft eigenlijk alleen maar gemaakt dat een heleboel mensen meer begrip zich gaan opbrengen. Ja. En dus men is meer gaan lezen, jouw werk. Ja. Oké. Okay. Ja, je bent eigenlijk een schrijfster. Ik verwacht je bij de krant en niet bij de televisie. Doe je ook dingen voor de krant in Suriname? Ik zit nu bij Sunweb TV. Ja, Sunweb TV is niet alleen televisie, het is ook een website. Oké. Okay. Een nieuwswebsite. En ik heb wel eens columns voor ze geschreven. Ja. Maar nu doe ik meer het Sunweb TV gedeelte. Bij mij, je denkt niet om ook meer te gaan schrijven of zo voor... Wat kan. Ja. Wat niet is, kan nog komen. Mooi. Hoe breng je een boek uit in Suriname? Ik denk, dat is toch niet te doen? Heeft Suriname uitgeverij bijvoorbeeld? Om heel eerlijk te zijn, heb ik het nooit geïnformeerd. Het zal wel, want als ik het goed heb ik wel, ken ik wel schrijvers die wel degelijk hun boek in Suriname hebben uitgebracht. Ik heb er de vorige keer, is mijn boek hier uitgebracht. Dat was toen bij Conserve uitgeverijen. Deze uitgeverij? Ja, en deze keer heb ik ervoor gekozen om het in eigen beheer te doen, maar ook in Nederland. Okay. Omdat je het ook beter kan controleren qua... verkoop en zo. Ja, ja. Okay. Weet je, ik wil dat via de officiële weg. Ik dacht juist deze keer dat er een hele grote uitgeverij achter je staat, want ik zie je echt voorbij komen in bijna alle media hier in Nederland. Ik denk, wauw, die uitgeverij zorgt voor goede promotie. Maar dat doe jij zelf allemaal? Ik heb het in eigen beheer gedaan met de drukker. We zijn met Pumbo.nl in zee gegaan. Pumbo.nl. Okay. Maar dat is geen uitgeverij. Nee. Maar zij, je betaalt ze. Mm-hmm. En je kan dan ook kiezen voor het project van E. Maar ik wil ook dat het via het Centraal Boekenhuis wordt gedistribueerd naar alle verkooppunten. Mm-hmm. Ook in Nederland.
en via bol.com. Bol.com, ja. Oké. Dus we hebben het zo aangepakt. Nou, dit is heel professioneel aangepakt, want ik zag je voorbij komen in interviews. En ik heb het boek gezien, nog niet gelezen, maar ik denk, het ziet er goed uit. Eigen beheer. Is er ook in Suriname, Vaco? Ik weet niet, ik roep gewoon een naam die ik nog kent, hoor. Ik heb begrepen dat ze er wel zijn, hoor, maar... Daar zou ik geen antwoord op kunnen geven, omdat ik eerlijk gezegd, ik heb het niet eens geïnformeerd. Er was een reden waarom ik dacht van, ik wil het weer hier doen. Mm-hmm. En dat was ook om het breder verspreid te krijgen. Ja. Dus de distributie. Waar kan men dit boek halen, behalve bol.com? Bruna. Oh. Ja. Het ligt echt overal. Dus ik zit hier te praten met een bestsellerschrijfster, of niet? Nou, ik zou nooit van mezelf zeggen dat ik een bestsellerschrijfster ben. Maar als je boeken in alle schappen ligt, dat ja, maar doen ze dat niet zomaar. Het mag daar liggen, maar dat doen we nog niet. Zeg, je hebt een bestseller. dat ga je kunnen zien wanneer ik over een maand een nieuwe auto heb gekocht. Nee, maar meestal, ik bedoel, als ze geen brood in zien, dan daar beginnen ze ook niet aan. Daar willen ze het ook niet in schappen hebben, want je moet nagaan, die kiosk in Nederland zijn niet echt groot. Dus die zet alleen maar dingen daar die verkopen. Sanderij, heeft Sanderij een boekhandel of zo? Ik weet dat het vorige boek wel op Sanderij ook te koop werd aangeboden, maar die heeft dan rechtstreeks met de uitgever destijds onderhandeld. Dan nu zullen verkooppunten ook in Suriname met mijzelf moeten onderhandelen, omdat het boek echt gewoon in mijn eigen beheer is uitgebracht. Ja, ik koop altijd boeken bij de airport. Ik weet niet of het verstandig is. Als ik weg ga, dan koop ik altijd een boek. Zijn die makkelijk leesbare? Die haal ik op Schiphol meestal. En Sanderij heeft ook, hè, boeken. Ja, ik weet wel dat het vorige boek, mijn vorige boek daar ook verkregen was. Mooi zo. Ik laat dit boek even voor wat het is. Ik wil eerst het eerste boek. Waar ging het over? Over mij? Dat is ook autobiografisch. Ja, nou, wat ik bedoel, ik heb het eerste boek niet gelezen. Ik ben wel van plan om een gesigneerde versie van deze te gaan lezen. Maar over jou, hoe interessant ben je dan? Ik zou niet zeggen dat ik interessant ben. Ik zeg wel dat de dingen die we soms meemaken, kijk, je moet wel weten wie je bent. In Suriname weet ik dat ik een bepaalde aanhang heb. Er zijn mensen die naar me opkeken. Ik heb op een gegeven moment gedacht van, weet je, als mijn ervaringen, vooral jongeren, kunnen inspireren om door te gaan, ondanks alles, want makkelijk heb ik het niet gehad. Weet je, als ik die naam die ik nu heb kan gebruiken om jongeren te inspireren om wat er ook gebeurt nu op te geven, laat me het dan op die manier doen. Ik kon toch schrijven, dat wist ik. En ik heb het toen in een boekvorm geplaatst. En nou ja. Dat boek wordt trouwens nog steeds gebruikt op scholen. Op school? Tijdens het examen. Is literatuur? Ja, volgens mij ook daaronder. Nou, dit is nieuws voor mij. Dus jouw boek wordt in Suriname op school gebruikt? Voor examen, tijdens examens, ja. Staat het op de lijst. Je mag het op je examenlijst plaatsen? Ja, je mag het op je examenlijst plaatsen. Oh, nou, dat doe je goed. Maar oké, maar over jou, dat is, ja, je kunt allemaal zeggen, ik heb een boek geschreven over mezelf, maar hoe ben je zelf dan? Wat zijn die highlights in het boek? Waarom zou ik deel 1, waarschijnlijk is deze ook autobiografisch geschreven, toch? Ja, klopt. Nou, deel 1, waarom zou ik deel 1 moeten lezen? Is er een vervolg? Soms ziet men je op televisie en men heeft een beeld van jou. Ze zien je bent een bekend persoon, je bent een persoonlijkheid in Suriname, een bekende Surinamer zoals men dat noemt. En men weet niet wat erachter schuilt. Men weet niet wat je allemaal hebt moeten overbruggen, doorstaan, om te komen waar je bent. Ik zou nooit van mezelf zeggen dat ik een speciaal persoon ben. Maar ik vind wel dat ik ben op het punt beland waarbij ik wel zeg van, ik weet dat er wel mensen zijn die wel naar mij opkeken. En dan heb ik mijn ervaringen met ze gedeeld. Ik blijf toch op die ervaringen, hoor. Wat zijn die ervaringen die je deelt dan? Kijk, je zegt veel, hè, maar eigenlijk zeg je mij niet eens wie je bent en ervaring. Tuurlijk heb je wel allemaal dingen meegemaakt. Wat heb jij meegemaakt? Wat? Dat zou je dat boek moeten lezen. Dat is deel 1. Ik ga deel 2 lezen, maar ik wil ook deel 1 gaan lezen. Eerste deel. Eerste boek. Ja, maar wat heb je heftige dingen meegemaakt? Wat voor heftige dingen heb jij meegemaakt in je leven? Nou, in deel 1, laat me het even in grote lijnen vertellen. Ik ben Gail Eek. Ik draag een naam die
eigenlijk niet de mijne zou moeten zijn. Dat maakt het eigenlijk al spannend, zeg maar. Maar dat eerste boek zou ook kunnen heten Het meisje met de tas. Het meisje langs de straat of Het meisje bij de fontein. Ja. Nee. We zijn live, dus ik dacht, je bent niet alleen toch? Je verwacht bezoek, dus ik dacht, ik kom. Nee. Oh, ik zei eerst niet. Ja. Gil Eik, die naam staat perfect. Pas ook op bij jou, lijkt ook op jou. Dus ja, waarom zou je geen Gil Eik denken? Het is echt een lang verhaal. Nou, daarom hebben wij alle ruimte voor jou. Maar je bent er live op staan vast, de Diaspora Radio. Ja, maar bepaalde dingen zijn dingen, eerlijk gezegd, ik heb ze opgeschreven. Mm-hmm. Het ligt daar in het boek, maar ik wil er eerlijk gezegd niet meer over praten. Dat boek werkt ook voor jou als een, hoe noem je dat? Wanneer je schreef je dingen van je af. Yeah. En bepaalde dingen, zeker in het eerste boek, waren dusdanig heftig, dat ik er niet meer uitgebreid over wil praten. Dus, omdat, het is er niet meer, het ligt niet meer daar. Het is een heftig boek. Het is een heftig boek, ja. Dat zijn ook de meeste reacties die ik heb gehad. Dat je het niet droog houdt als je dat boek leest. Mm. Ik huil niet meer. Maar anderen huilen wel als ze dat boek lezen. Ja? Bij misbruik of zo? Dat is het meest erg wat een vrouw kan overkomen, een jong meisje. Je zit van ja. Ja, we zijn op de radio. Nee, je maakt me alleen maar nieuwsgieriger omdat jij zegt het is zo heftig. Je hebt het van je afgeschreven en je wil helemaal niet meer over praten. Dan denk ik van wauw, wat is zo heftig dan als de hele wereld het al weet? De hele wereld weet het al, maar het is voor jou als mm-hmm. persoon, dat het ligt al daar. Oké. Okay. Ik heb niet meer de behoefte om echt... Om weer erop in te gaan. Omdat elke keer wanneer je erop ingaat, maakt het een deur open. Ja. Die je eigenlijk al gesloten hebt. Ja. Dus vandaar. Oké. Okay. Nou, dat is goed. Ik laat stilte hier vallen. Maar het boek is nog te verkrijgen. Ja. Via bob.com kan je het nog steeds krijgen. Het eerste boek? Ja. Ja. Je hebt nu een nieuwe bestseller. Staat hier. Ja, zo is het. Dat is mijn gevoel. Hoe lang heb jij over gedaan om het te schrijven? Hoe lang heeft het geduurd? Deze of het vorige boek? Deze. Deze was binnen zeg maar een maand geschreven. Mm-hmm. Maar dit boek is het vervolg wel op het vorige boek. Maar dat heeft meer te maken met mijn spirituele pad. Het is meer mijn bekering, hoe ik in de kerk terecht ben gekomen. Wat eraan vooraf gegaan is. Ik dacht altijd dat het makkelijk was. Je gaat naar de kerk en dan klaar. Weet je. En eigenlijk kwam ik erachter dat wanneer je besluit om dat pad te gaan volgen, dat het ook vol met strijd zit. En je moet stevig in je schoenen staan. Okay. Maar waar ik het eigenlijk over heb, is dus dat als je ergens voor gekozen hebt, in mijn geval is het geloof, is het God, Jezus Christus in mijn geval, dat je er ook wel echt achter moet blijven staan wat er ook gebeurt. Je bent bekeerd? Ja, ik ben bekeerd. Tot het christendom? Ja. Ik was al christen, ik was Rooms-Katholiek. Ja. Van jongs af aan. Als je dat eerste boek leest, zal je ook merken dat ik eigenlijk... Ik was heel boos op God en op de kerk. Ik moest niets van de kerk hebben. Jarenlang niet. Het was zelfs zo heftig dat ik vaker... en ik weet, ik heb een stem. Als ik praat, dan luistert men. Ook op Facebook. En ik heb vaker kopstukken vanuit de kerken flink onder de loep genomen in het openbaar. Gewoon omdat, vanwege mijn ervaringen, konden ze niets goeds in mijn ogen doen. Heb je rare ervaringen met de kerk of zo? Ja. Wat voor ervaringen heb je met de kerk dan? Bij mij was het eigenlijk, het kwam van jongs af aan. Ik was in het internaat. Dat is een van de dingen die trouwens in het boek, vorig boek geschreven staat. Mm-hmm. Dat was echt een internaat met nonnen aan de overkant, Gravenstraat daar. Graven 36? Nee. Gravenstraat. Ja. Waar je de service station had, had je toen het Maria-internaat. Oké. Okay. En daar had je echt nonnen. Mm-hmm. Nog. We waren met een heleboel meisjes daar. Maar goed. Om het kort te vertellen, er was een jonge dame in het internaat toen.
die een suïcidepoging had gedaan. Wow. En ik had haar gevonden. En ik ben toen die zuster gaan roepen om haar uit te leggen van... Dat meisje, ik noem dat, ik zal haar naam niet noemen, maar het meisje ligt daar. En ze heeft iets gedronken, want... Ze wilde doodgaan, ja. Suïcidaal. En ik, ja, dus ik ging om hulp vragen eigenlijk. En die zuster zei toen tegen me van, ja, als ze wil creperen, laat ze creperen. Mm. En ik had zei toen van, u leert me, want ik was katholiek toch. Ik zei, u hebt me geleerd, heb uw naaste lief gelijk, u zelf lief hebt. Ik zeg, hoe zegt u me nu, als ze wil creperen, laat ze creperen. Weet je, en ik ben toen over de schutting gesprongen. Dat steeds had je op de hoek van de Tourtonnelaan in de Gravenstraat, had je toen een politiepost, dat was jaren geleden. Ja. En ik ben toen de politie erbij gaan roepen. En die zijn toen gekomen, ze hebben het meisje toen naar het ziekenhuis gebracht, gelukkig, ze heeft het gehaald. En ze hebben die zuster dus een standje gemaakt van, weet je, ja, het is onverantwoordelijk gedrag. Ik ben met kinderen bezig, want het meisje was 14, denk ik, of zo. En daarna werd ik afgeschreven uit het internaat. Omdat jij hulp hebt geroepen? Ja. Ik heb de politie erbij gehaald, dus ik was vrij postig. Yo. Dat vind ik een hele rare move van de leider van het internaat, hoor. En ze moesten juist die hele leider en die nonnen ontslaan en wegsturen. Ja, toch? Maar, ja, begreep je dat als jong meisje, als je zoiets meemaakt, toen moest ik echt, want ik was heel gelovig, maar vanaf dat moment had ik zoiets van, dit is niet voor mij. Nee. Ik vond het onrechtvaardig, ik vond het oneerlijk en... Vanaf toen had ik eigenlijk zoiets van, dat wil ik niet meer. En met de jaren, naarmate ik ouder werd, dingen die er gebeurden, werd ik steeds bozer op God en steeds bozer op. Weet je, dus... Ja, ja. Ja. En nu heb je weer vrede gesloten met God? Ja. Ja? Ja, ja, ja. Ik denk, als je zoiets meemaakt, je ziet iemand, je treft iemand aan die een mislukte... suïcidale poging heeft gemaakt. Hè? Wat doet dat met jou als jong meisje? Qua trauma, hoe ben je het mee omgaan? Wat betekent zoiets voor jou? Eigenlijk zou ik nu niet kunnen zeggen hoe ik ermee ben omgegaan. Ik dacht altijd dat ik alles aan kon. Maar wanneer je op een gegeven moment een bepaalde leeftijd hebt bereikt, zie je dat je al die dingen eigenlijk in een ton hebt gestopt. Weet je, het is gaan opstapelen. Dat was niet het eerste geval. Dit meisje heeft het gehaald. Maar ze was met twee andere zusjes in het internaat. En die twee zusjes zijn wel beide omgekomen door suïcide. Niemand heeft hun toen gered. Dus dat waren die twee gevallen toen al. Zij bleef tot nu toe nog, dat weet ik, omdat ze jaren later is een keertje naar me toegekomen om me te bedanken. We waren al volwassen. Ik was eigenlijk, ik heb er toen alleen herkend aan die vlek die dat ding wat ze had ingenomen, die heeft achtergelaten op haar kin. Ja. Zo heb ik haar herkend. Nog steeds dus? Ja, ze heeft dat nog steeds. Mee. Ja. Ja. En later ook een andere vriendin van me, ook vanuit de schoolbanken, die ook suïcide heeft gebeurd. Ik heb heel veel van dat soort gevallen om me heen gehad. Hoe komt het dan dat je van die vrienden... Zoek jij, kies je vriendinnen zelf uit? Nee hoor, het is mama ook, ja. Ik weet niet hoe het komt. Ah. Ik weet niet hoe het komt, maar op de een of andere manier. Ja, ja. Ja. Oké. Je stopt zoiets in een ton, je stopt het weg. Je wil het niet, je praat niet over. En dan komt het weer terug op later leeftijd. Het hangt ervan af hoe je het wegstopt. Toen, de manier zoals ik het toen wegstopte, denk ik wel dat je sowieso dan op een gegeven moment dat je toch weer ermee geconfronteerd wordt met je verleden. En kijk, nu ga ik op een andere manier met dingen om. Van, weet je, ik kies wat ik accepteer en wat ik niet accepteer. Vroeger liet ik alles over me heen komen. En vroeger gaf ik ook mezelf van alles de schuld. Van, omdat ik het ben. Ja, ja. Weet je, uitspraken die je altijd deed van ja, omdat ik geen moeder meer heb. Ja. Niemand houdt van me, niemand dit. Ik wel, maar... Dat was hoe ik vroeger tegen het leven aankeek. En nu heb je zoiets van, weet je. Ja, ja. Maar luister dan. Wat is zo'n... Dat gebeurt nog, hè. Maar wat is zo'n goede manier
om dat soort dingen weg te stoppen? Ik denk dat je met mensen moet praten. Mm-hmm. Ik denk dat je een weg moet vinden zoals... Ik denk dat iedereen voor zichzelf moet kiezen waar hij zich comfortabel bij vindt, bij voelt. Voor mij is dat... Eigenlijk ben ik geen makkelijke prater. Ik praat niet makkelijk met iedereen over mijn... Jij gevoelens. Ja, ik kan het schrijven. Ja. Maar om echt te praten erover, dat lukt me niet, dat lukt me niet zo gemakkelijk. Ik heb het nu gevonden bij, in het geloof. Mm-hmm. In mijn gebeden. Met God. Daar praat ik praat met hem. Zelfs met mijn kinderen praat ik niet echt open. En mijn dochter, ik vond het zo mooi. Mijn dochter zei laatst nog tegen me, bij jou voel ik direct wanneer je energie verandert. Ik weet wanneer ik niet met je kan praten en ik weet wanneer ik wel met je kan praten. Dus ik denk dat ik mijn vrede heb gevonden daar. In het geloof? Ja. Ja, ja. Oké, okay. Ik heb mijn twijfels over geloof. Hè. Nou, niet over geloof, maar als ik naar de wereld kijk, denk ik, bestaat er een God dan? Dat is mijn vraag. Ja, die vraag heb ik ook wel vaker gesteld. En vaak zegt de Bijbel, heeft de Bijbel het vaak over Israël. Nou, als je op plaats niet wil zijn, dan is het echt Israël. Ja. Vroeger zou ik waarschijnlijk echt in discussie gaan met iemand hierover. Mm. Maar nu heb ik zoiets, ik weet waarom ik wel ben gaan geloven nu. Ik weet waarom ik wel heb besloten om me te bekeren. Maar het komt echt ook uit mijn eigen ervaringen, van de dingen die ik heb meegemaakt. Van als iemand anders me het zou hebben verteld, zou ik het niet hebben geloofd. Waarom geloof jij dan? Omdat ik het zelf heb meegemaakt. Ik heb bepaalde dingen gewoon zelf meegemaakt, zeker de afgelopen jaren. Ja. Zijn er momenten geweest waarbij ik echt dacht van, oké, weet je, tot hier en dit gaat niet verder. En dan gebeurde er weer iets. En dan zat ik ernaar te kijken en dacht ik, maar what is going on? Wat gebeurt er allemaal om me heen? Maar ik kan daar niet meer te veel, anders ga je dat boek niet lezen. Ik ga het boek sowieso lezen. Maar, nou niet alles hoor, maar je zegt zelf, er zijn zoveel dingen gebeurd. Dan denk ik, ja, wat is er allemaal gebeurd dan? Dat jij echt... ben gaan geloven. Man, er gebeurt zoveel met mij ook hoor. Man. Ik zie niet zoveel reden om direct te zeggen. Maar ja, ik geloof wel dat er iets is. Ja. Maar, ja, maar om te roepen dat een man zijn enige zoon gegeven heeft om mij te redden. En een vrouw geboren uit een rib van hem. Ik lees Bijbel. Ik heb Bijbel gelezen. Sterker nog, ik heb op Kersaar een kinderhuis. Ja. Ik heb er gewoond. Als kleine jongen. En dan las ik werd je verplicht om de Bijbel te lezen. Van EBG. Gewoon de Bijbel. En toen nou, nog steeds kwam het Bijbel. De Bijbel kwam bij mij overal zo'n gewelddadig sprookjesboek. Jij bent schrijver. Dus. Ik denk dat iedereen de Bijbel op zijn of haar eigen manier interpreteert. Toch? Ik zeg altijd: ik heb respect voor iedereen. Iedereen moet doen waar hij of zij zich goed bij voelt. Mm-hmm. Ik ga daar echt niet over in discussie. Nee, totaal niet. Omdat mijn gevoel, wat ik heb meegemaakt, mijn ervaringen, die ken jij niet. Jij weet niet wat mij tot dit punt heeft gebracht. Toch? En net wat ik je zei, waarschijnlijk, als ik het van iemand anders had gehoord. Alles wat ik hier in dit boek geschreven heb, zou ik het misschien ook niet geloofd hebben. Ja. Snap je? Maar dit is wel wat je hebt het zelf meegemaakt. Ja, dit is wat ik zelf heb ervaren. Weet je? En ik was ook iemand die zeer sceptisch was, geloof me. Ik ben sceptisch. Ik was zeer sceptisch. Je wil half niet weten hoe sceptisch ik was. Ik was verschrikkelijk. Dat ik ging echt in discussie gewoon met pastors en wie ze ook waren. Ja. Op Facebook. En ik stuurde ze allemaal naar welke land ze ook wilden gaan. Ja, ja. Is diezelfde Gil zit nu hier en zegt van... Weet je? Hij was een man, heet het Saul? Was het Saul? Die Saulus werd, die ongelovige. die later is voor. Ja. Saul toch? Dat was Saul, ja. Oké, jij bent de vrolijke versie van bijna. Zou ik het kunnen zien? Zou je bijna kunnen zeggen? Ja, mooi. Zou je bijna kunnen zeggen? En nu ben je echt voor het geloof en je vindt daarin je rust. Ik vind daarin mijn rust, ja. Oké.
Dat zegt mijn zus ook. Die zijn allemaal van de kerk. Ze voelen zich daar goed. Ja. En rust en zekerheid en vertrouwen. Daar heb ik gewoon mijn rust gevonden. En het is goed. Goed zo. Oké. Ray, ik ben bij Gil Eyck hier. We praten een half uur over haar nieuwste boek Splinter. En zo is het, ja. Splinter op mijn pad. Dat zijn kleine dingetjes. Ja, splinters, dat zijn... kunnen niet zeggen dat ze balken en beren zijn op jou? Nee, maar even voetelijen aan splinter, ja, wat probleem. Ja, maar als je zegt splinters op mijn pad, dan denk ik van ja... Kleine dingetjes die je hebt meegemaakt, tips voor vrouwen of zo. Ja. Gaat het zo? Nee, het is wat dieper dan dat. Ik gaf al aan, dit gaat meer over vooral het spirituele pad. Er is wel het een en ander aan vooraf gegaan. Mm-hmm. En dat zei ik, het is het vorige boek. Eigenlijk zou je echt het vorige boek gelezen moeten hebben om hierop over te gaan. Maar voor wie schrijf je? In dit geval schreef ik. Ik gaf het al eerder aan, eigenlijk heb ik toen dat eerste boek geschreven om dingen van me af te schrijven. Gewoon eigenlijk voor jezelf? Eigenlijk voor mezelf. En je had één lezer en je zou ook blij zijn met één lezer. Nee, prima. Ja? Totdat iemand me had aangeraden van, je schrijft verschrikkelijk goed. Publiceer het. En je kan voor jongeren een verschil uitmaken, zeker met de naam die je draagt. En zo heb ik toen besloten om het boek uit te brengen. Okay. Zo is dat boek toen uitgebracht. En... Ik leef nog, dus je gaat nog dingen meemaken. Ik twijfel er ook niet aan dat mijn lief nog verder gaat en dat er nog wel wat dingetjes zullen komen. Mm-hmm. Of er nog een derde komt, dat weet ik niet. Oké. Maar die doelgroep, wie moet het boek lezen? Zijn het, je hebt het over jongeren, praat je over jonge meisjes? Wie moet het lezen? Jongeren, het mogen. Voor mij, ik ken niet echt verschil tussen mannen en vrouwen. Ik zeg altijd, we zijn mensen onderling. Nou, bepaalde boeken zijn wel gericht hè, aan bepaalde groepen en leeftijden. Ja, en zo. Nou, in mijn geval niet. Ik zeg, iedereen mag het lezen. Ja. Of het nou mannen zijn, vrouwen. Ik heb ook veel mannen, jonge mannen die het vorige boek ook hebben gelezen. En er ook veel uit hebben gehaald. Ja. Ik praat over mezelf als vrouw die bepaalde dingen heeft meegemaakt. Ik ben misbruikt geworden, ja. Maar ik ken ook genoeg mannen die ook misbruikt zijn geworden in hun jeugd. Ze praten, je hoort het niet zo vaak, maar het gebeurt wel. Gebeurt zeker. We hebben het laatst toch ook gehoord van een kinderthuis in Suriname. Ja. Ja, dus wie zegt dat die mannen niet op, of die jongens niet opgroeien met een heleboel trauma's? Mm-hmm. En dat het niet zijn doorwerking zal hebben in hoe die later in zijn leven omgaat in zijn relatie naar vrouwen toe. Of, ja, zeker. Nou, weet je? Ja, dus de boeken die ik schrijf... Mm-hmm. De dingen die ik schrijf, ook op Facebook trouwens. Als ik iets schrijf, is het altijd om iemand wat bij te kunnen brengen. Het is altijd om het positieve eruit te halen. En niet om, hoe noem je dat? Op sensatie? Of, ja, nee. Daar doen we niet aan mee. Dus jouw boeken zijn eigenlijk therapeutisch. Zou ik het zo kunnen? Zo zou je het kunnen noemen. Ik ben geen therapeut, maar zo zou je het kunnen noemen. Nou, therapeut ben je toch bij deze? Als jij iets schrijft en ik kan het op mijn lijst plaatsen en het doet iets met mij. Het helpt mij. Kan. Maar ik vind het altijd zo moeilijk wanneer we namen proberen te plakken. Oh, oké. Okay. Of etiketten proberen te plakken op nou, iets. Nou, jouw hebt het niet zomaar even schrijven aan boek hoe je naar therapeut. en het werk therapeut is voor mensen. Dat ben je het. Ik bedoel, ja. Je hebt mensen, je hebt bewezen toch? Dat het therapeutisch werkt. Kijk, we hebben Gil Eyck hier in de studio. Die is live. En we zijn bij Standvast in onze nieuwe studio. Gil, wat ga je nog allemaal doen in deze periode in Nederland? Het zijn nog de laatste dagen. Ik ben veel weg geweest hoor. Ik was niet constant in Nederland. Ik ben een beetje naar Venetië gegaan. Ik ben naar Parijs geweest. Mm-hmm. Eigenlijk zouden we morgen naar Duitsland gaan. Woensdag heb ik nog een live senior sessie bij Grand Café Holendrecht. Mooi. In Amsterdam. Vanaf 6:00. Dus de presentatie hebben we al gehad. En het zijn de laatste dagen. Vrijdag ben ik weer on my way home. Is het boek al in Suriname? Nee. In Suriname hebben we op 1 april de presentatie. Maar het is geen grap toch?
Nee, het is geen grap. Op 1 april hebben we... Kan je geen andere datum kiezen wanneer? Nee, het is tweede paasdag. Oh, oké. Het is tweede paasdag. Tweede paasdag, ja. Klinkt beter ja, als wanneer je zegt het... op 1 april. Denk. En het is echt heel apart, want het wordt op tweede paasdag gepresenteerd. Toevallig ben ik ook op tweede paasdag gedoopt. Zo? In 2019. Jij zoekt alleen die, jij zoekt die parallellen zo op, hè? Nee, eerlijk gezegd. Je verjaardag, 5 maart, hè, dat weet ik niet, toch? 5 maart was het toch? Ja, dat was mijn verjaardag. Nou, maar eerlijk gezegd, terwijl ik nu met je praat, schiet het me te binnen van, hé, wacht even. Als cirkelen? Ja, ik was tweede paas, ben ik ook gedoopt. Mm. Eerlijk gezegd is dat me nu pas te binnen geschoten, terwijl ik met je sprak. Oké. Dus... En waar is die presentatie? Die presentatie wordt gehouden bij Onstage. De registratie zal gaan als het goed is. Onstage? Ja. Wat is dat? Onstage is een klein theater aan de Wulfingstraat, waar vroeger naast het patronaat daar, als het patronaat vroeger was. Mm-hmm. De presentatie in Suriname zal een hele andere zijn dan wat we hier in Nederland hebben gehad. Hoe gaat die zijn? Hier in Nederland hebben we het bij Maranatha Ministries gedaan. Ja, yes, met Rijman. Ja, klopt. Ja, goed. En in Suriname wordt Clifton Braam de... hoe noem je dat? Hij leidt het geheel. Ja, ja, ja. Maar daar gaan ze een stukje theater toevoegen aan de presentatie. Dus we gaan praten. Je weet, normaal bij een boekpresentatie heb je dan een interview met een schrijver. Weet je? Maar tijdens, na elk blok van interview krijg je dan een stukje art. Mm-hmm. Een stukje zang of sketches of een gedicht. Dit boek zit trouwens ook vol met gedichten. Omdat veel mensen me dat hadden gevraagd. Wanneer kom je met je gedichtenbundel uit? Heb ik nooit gedaan. Omdat ik persoonlijk een gedichtenbundel alleen saai vind. Oh, dus jij schreef ook gedichten? Ik schreef gedichten, ja. Dus wat heb ik nu gedaan? Uh-huh. Ik heb elk hoofdstuk afgesloten met een gedicht. Waardoor het boek een beetje... Weet je gedichten gaan daar ook naar buiten. Uh-huh, uh-huh. Maar het is fijner om te lezen, vind ik. Weet je, het een verhaal erachter. Ja, je ziet het verhaal erachter. Dus. En wat kost het boek in Nederland? €20. Maar in Suriname ga je toch geen €20 vragen? Ja, hetzelfde. Hoe noem je dat? Omgerekend. Je weet het niet, in Suriname. De SNI's. Ja? Ja. Oké. Okay. Je moet die kosten wel eruit halen. Ja, maar ik dacht, voor Suriname maak je een andere prijs. Nee, het gaat echt ook precies €20. Net als het vorige boek. Oké. Okay. En waar kunnen ze dat halen in Suriname? In Suriname, vooralsnog is het bij mij. Alleen bij jou? Vooralsnog. Maar als er andere verkooppunten bij komen, dan maak ik het ook nog bekend. Oké. Okay. En in Nederland gewoon via bol.com, Bruna. Bruna, als je online gaat via bol.com, toetsen Gil Eyck en Splinters op mijn pad en dan vind je het boek. Je vindt het bij verschillende bibliotheken ook. Mooi. Mooi zo. Maar ik ben ontzettend verrast om te horen dat het op lijst mag staan. Eigenlijk maak je literatuur voor Suriname. Ja, tuurlijk, als je jouw boek op een lijst gebruikt mag te worden voor de school. Dan moet je in mijn tijd, toen ik op school zat in Suriname, moest je alleen maar literatuur op je lijst zetten. En geen vrije tijdsboekjes of wat je leuk vindt. Ja. Live. Ray, als je even wil komen. We zijn hier live met Gil. Gil, ik wil jou heel hartelijk danken en ik wil ook een boek bij jou kopen, als het mag. Natuurlijk mag dat. Maar wel gesigneerd, hè? Dat regelen we. Anders hoeft het niet voor mij. Ik dank je voor dit moment en ik spreek je nog. Ik zet even muziek op hier. Ja. Dankjewel. Thank you. Het laatste is aan jou. Misschien heb jij nog iets toe te voegen. Ik weet het niet. Oh nee, ik wil bedanken voor de gelegenheid, het gesprek. En ik roep iedereen op, ik word... vaker benaderd. Vandaag ben ik nog geweest in Zuidplein, waar verschillende mensen ook boeken bij me hebben gehaald. Ja. Mensen, ik ben op woensdag 20 gezet. Ja. Woensdag 20 maart ben ik nog bij Grand Café Holendrecht. Maar alles bekend nu. Vanaf 6 uur s'avonds zijn we daar. En dan kunt u dus alsnog een boek bij me halen daar. En wordt het voor u gesigneerd. Mm-hmm. En ja, that's it. Maar als u me ook tegenkomt nog in van deze dag, ik heb altijd boeken bij me. Okay. Ik zorg er wel voor. Oké. Okay. Nee, u kunt niet praten. Ik heb een mevrouw hier, mevrouw Muriel. Muriel Profijt. Wat is uw naam? U mag geen met de microfoon praten. Muriel Profijt. Wat komt mevrouw Profijt hier doen in de studio? Ja, om het boek van Gil Eyck te kopen. Waar kent u Gil Eyck van? Ja, online, hè. Ik volg Gil Eyck gewoon al een tijdje. Mm-hmm. En we zijn, ik heb een leesclub hier in Nederland. Hebben we 21 leden. En ik kom het boek kopen en dan
voorstellen aan de leden om het boek te lezen. In de microfoon praten. Om het boek te lezen. Ja, dus vandaar dat ik hier ben gekomen ook een beetje promotie voor Gil Eyck te maken in onze leesclub. Okay. We hebben een leesclub die heet Woordtoe. Surinaamse leesclub. Surinaamse leesclub. We zijn intussen uitgebreid dat we een Marokkaanse leester hebben. We hebben mannen erbij. We hebben een paar Hollandse mensen erbij. Dus vanuit Surinaams zijn we uitgegroeid. Mm-hmm. Naar 21 leden intussen. Waar heb je Gil ontmoet dan? Ik heb Gil nog nooit ontmoet. Dit is de eerste keer dat ik Gil ontmoet. Maar hoe heb je er ontmoet nu dan? Op Facebook. Oké, nou maar hier. Maar jullie zitten ja, hier tegenover. Ja, hier voor de deur. Wat voor de deur? Ja, ik kwam aanlopen om haar boek te kopen. En ze kwam ook binnenlopen. Oh, je wist dat ze bijstaan vast zou komen? Van Facebook. Ze heeft reclame gemaakt op Facebook. Okay. Dat ze bijstaan vast zou zijn. Ja, ja. Okay. En ik loop elke dag hier mijn rondjes. Ja, met je hondje, hè? Ja, met mijn hondje. En ik moet ook zeggen, in het verleden heb ik ook gewerkt voor Staanvaste. Toen nog in Odeon. Oh, heb ik programma's gepresenteerd. Nee, dat was Rapar. Ja, maar toen was Telly van Kallen ook al daar bij Rapar. Ja, dus ja, ik ben onder Telly van Kallen, dus vandaar. Mm-hmm. Dus ja, ik kan het boek kopen. Ja. En ik kijk of hoeveel, het hoeveel boeken ga je kopen? Ja, nu één. Je gaat niet één boek kopen, toch? Nee. Dadelijk, dat is mijn fit hier voor een boek om je lezen. Ik wil de eerste deel, ik weet niet of ze het bij haar heeft. De eerste en de tweede deel kopen. Ik ga het lezen. Ik stel het voor aan de andere leden, want je kan niemand verplichten om te lezen, maar wij lezen veel. Dus ik stel het voor aan andere leden. En als ze willen, dan kunnen ze of bij de bibliotheek halen, meestal kopen we het boek. En ja, Gil hoont eigenlijk ver, want we nodigen altijd ook de schrijvers uit, als die ter beschikking zijn in Nederland. We hebben Robert Vuijsje al een aantal keer gehad. Zijn net mensen? Huh? Zijn net mensen? Robert Vuijsje? Alleen maar nette mensen. Ja, hebben we twee keer gehad op onze leesclub. We hebben Alex Bogaerts gehad, de hele bekende. Ja. Hebben Sian. Twee Marokkaanse mannen die nu top populair zijn op de televisie. Hebben we ook al gehad, we hebben hun boeken ook al gelezen. Mooi. Dus vandaar. En waar is de club van jullie? Hier in Rotterdam-Noord, achter Centraal Station van Waarschutstraat. Nummer? Is het een besloten club? Of? Nee. Het is geen besloten club. Ik flyer in de wijk. Mm-hmm. Ik heb een paar keer ook op Facebook gezet om te kijken of er mensen geïnteresseerd zijn in lezen. Ja. Ik vertel overal waar ik kom. We gaan veel naar leesactiviteiten en zo. Dus dan maken we ons bekend. En als mensen geïnteresseerd zijn, kunnen ze komen. Mm-hmm. En dan lees je een boek. En het boek wordt gepresenteerd. En kijk, als Gil ver woont, we hebben iemand gehad die ver weg was. En dan hebben we gewoon een livestream gedaan. Met de schrijfster. Is het niet mogelijk om Gil te hebben dan bij jullie deze dagen? Wat zeg je? Is het niet mogelijk dan om Gil uit te nodigen? Dan moeten we de ticket voor haar betalen. Ze is hier. Onze leesclub is afgelopen vrijdag geweest. Aha. En toen hadden we Susanne Smit. Ze is nu een opkomende schrijfster. Ze is nu echt populair aan het worden. Mm-hmm. En zo, haar boek hadden we, De Heks van Limbrecht, hebben we toen gelezen en besproken. En zo, over vrouwenvervolging in de 17e eeuw. Mooi. Ja, dus vandaar dat ik... Hoe kan ik lid worden van jouw club? Oh, ik kan je mijn e-mailadres geven en je... op de hoogte houden. Onze eerstvolgende bijeenkomst is uit mijn hoofd gezegd 24 mei op een vrijdag. Dan is de inloop 6:30. Maar je moet van tevoren wel het boek hebben gelezen. En nu hebben we het boek van Bea Vianen. Ik weet niet of je haar kent, die is intussen overleden. Mm-hmm. Haar boek gaan we nu lezen. Hoe heet haar boek weer? Even vergeten. Maar Bea Vianen staat op de volgende lijst. Een leesclub, hoe gaat zoiets? Iemand leest een boek, je moet een boek lezen. Nee, we lezen allemaal een boek. Allemaal hetzelfde boek. Hetzelfde boek. 21 leden lezen allemaal hetzelfde boek. Iedereen heeft een ander kijk en interpreteert het anders. En dan gaan we het bespreken. Van wat vind je ervan? Wat is de hoogtepunt? Wat haal jij eruit? En meestal is er ook een thema. Dan doen we er een thema om waarover het boek gaat. Oké, ik heb wel eens in leesclubs gezeten. Maar dan was het meer dat iedereen een eigen boek leest. Nee. En deze week staat een boek centraal. En daar gaat iemand die het gelezen heeft
helemaal in details vertellen. Nee, maar dan is het te lang, hè? Want als 21 leden 21 verschillende boeken lezen, kom je niet tot de kern van het verhaal. Oké. Okay. En nu kom je wel tot de kern van het verhaal, dat 21 leden lezen hetzelfde boek. En dan gaan wij dat bespreken. En we hebben een hele leuke avond. Echt een... Als je wil, kan ik alle informatie voor je sturen. Mail naar jmo@standvaste.gmail. Dus dan ga ik nu het boek van Gil promoten in onze leesclub. Oké. Okay, ja. En ik hoop dat volgend seizoen, want nu hebben we alle boeken van dit seizoen, hebben we alle dingen per jaar lezen we 4 tot 5 boeken. Oké. Okay. En dus komend seizoen, september loopt ons seizoen af. En dan begint, augustus loopt het af, september beginnen we weer, hebben we weer 4 of 5 boeken. Maar waarom wil je het boek van Gil lezen dan? Er zijn toch zoveel boeken in Nederland hier? Ja, nou, ja, waarom zou ik Gil niet promoten? Onze eigen Surinaamse ding. Waarom niet? Waarom zou ik alleen maar van hier moeten promoten? Kom op. Iedereen verdient een kans. En het boek lijkt me, zoals ik het heb gezien, lijkt het me een mooi boek. Dus we gaan ervoor. Ik heb het nog niet gelezen, dus ik kan er niks over zeggen. Het eerste heb ik ook niet gelezen, maar ik heb wel elke keer gevolgd. Mm-hmm. En dus vandaar. Oké. Okay. En iedereen gaat het lezen, 1 boek lezen? Dus ja, dat ga ik nu voorstellen dan. Oké. Okay. Volgende in mei brengen we allemaal een boek aan. Dus dan breng ik dit boek en dan moet iedereen dat boek lezen. Oké. Okay, dus, en meestal weet ik dat de leden boeken kopen. Kijk, dat is ook iets voor als promotie, hè. Dus vandaar. Mijn hondje blaft. Ik ben Muriel. Ik ga dat boek kopen en ik ga mijn hondje even bevrijden. Die buiten moet staan. Oh, het gaat me naar mijn hart. Oh, sorry Muriel, maar dat zijn de regels van nieuwe studio's, hè. Geen dieren binnen. Ik wil je danken en heel veel. Hoe heet de club? Wortu. Wortu. Oké, okay, kan ik Wortu vinden op internet, online? Hebben jullie een website? We hebben tot nu toe op Facebook, maar het is nog een besloten Wortu club. Anders, als je gaat dingen, dan kan je via mij wel een lid worden. Oké. Okay. Het is nog een besloten een club op. Veel succes met alle activiteiten van Wortu. Muriel Profeet van Wortu. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.